als er beelden zijn, dan zijn wij er heel blij mee. Welkom bij deze speciale kerstaflevering van de Telegraafrubriek Dashcam. Aan het einde van dit bewogen jaar blikken we met onze vaste verkeersexpert Gijsbert de Maat terug op een aantal opmerkelijke dashcam-momenten van 2016. Een video die dit jaar veel teweeg heeft gebracht is het gruwelijke ongeval op de A16. De beelden van Nathalie de Ruiter spelen nu een belangrijke rol in het onderzoek naar de trucker die doorreed na het ongeval. Als ik het gewoon als burger bekijk, dan zie ik hele heftige beelden. En als officier van justitie zeg ik van daar moet onderzoek naar plaatsvinden. Dat gebeurt nu. Dit zijn verkeersofficier Achilles Dame 2 maanden geleden tegen ons. We hebben onlangs weer contact gezocht met het Openbaar Ministerie. En zij liet ons weten dat het onderzoek naar deze trucker nog steeds loopt. Natuurlijk zou ik heel graag willen dat dit wat sneller gebeurt. Maar in ieder geval is het positief dat justitie in 2016 serieuzer is gaan kijken naar de beelden van de dashcam. En ze ook regelmatig een hele belangrijke rol laat spelen in het strafrechtelijk onderzoek. Ik hoop dat deze ontwikkeling zich in 2017 verder gaat voortzetten. Camerabeelden zijn eigenlijk de vervangende ogen en oren. En met name de ogen die een stukje het politiewerk vervangen. Hoewel niemand zit te wachten op schade aan zijn voertuig, of zelfs erger, lijken we die gedachten op de weg regelmatig te vergeten. Ja, ik heb in 2016 echt een trend gezien waarbij we als redactie veel meer video's binnenkregen, waarbij mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen op de weg. In sommige gevallen gaan bestuurders hierin zo ver dat ze elkaar echt op levensgevaarlijke wijze van de weg afdrukken. Ja, ik maak me ernstig zorgen als ik deze beelden zie. We hebben gelukkig nog niet gezien dat de wraakactie leidde tot een dodelijk ongeval. Maar als je dit ziet, ja, dan is dat gewoon een kwestie van tijd. Het is niet alleen kommer en kwel in de auto dit jaar. Er viel gelukkig ook heel wat te lachen. En daarom als slot van deze kerstspecial een aantal momenten die in deze donkere dagen voor wat verlichting kunnen zorgen. Rest mij u nog een hele prettige kerst toe te wensen en heel veel veilige kilometers in 2017. Wij zijn er in januari weer. Hopelijk tot dan. Heeft u ook een opmerkelijke video gemaakt met uw dashcam? Of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan de volgende keer in dashcam. Ja, die is stuk los.